Nou, we fietsen dus voor de Hartstichting. Dat is een sponsoractie. En speciaal voor sponsors, die dus mij sponsoren, heb ik een kaarsje ontworpen. De La Vache-Qui-Rit du Cycle Paris. Dat ben ik zelf dus in een mooi oud wielershirtje. Gaaf. Op Pierre Fond, waar we ook stoppen. Is voor een goed doel, de Hartstichting. Aangezien ik fanatiek fietser ben, dacht ik, dit is wel heel vet om op een vintage fiets dit te gaan doen. En aangezien ik ook Frankrijk liefhebber ben, dacht ik, Rotterdam naar Parijs, heel vet. Ja. Het is 50 jaar geleden dat er voor het eerst een harttransplantatie werd gedaan. Dat was in Kaapstad, een half jaar later was het in Parijs. De eerste in Nederland was in Rotterdam, het is een heel verhaal. En ter nagedachtenis aan dat, zeg maar, als eerbetoon fietsen we vanaf Rotterdam naar Parijs. En omdat het 50 jaar geleden is, dachten wij, dat is een mooie knipoog naar vintage fietsen. Ja, de grote der aarde, of de oude fietsers hebben hier op gefietst, Eddy Merckx. Henny Kuiper, Jan Jansen, noem ze maar op. En dit is toch wat specialer dan zo'n moderne fiets. Tegenwoordig is het allemaal zo licht en ook hartstikke knap. Maar dit is toch wel het echte werk, vind ik, hoor. Ik weet nog dat ik de eerste keer weer hier op deze fiets zat. Toen dacht ik van, waar zit het nou? Waar zit het nou? En toen dacht ik, ik moet weer even... En dat is dan toch wel spannend, want je ziet allemaal verkeer aankomen. Je moet met één hand je stuur hou je vast en de andere... ik ben nog niet zo handig daarin, dat moet ik allemaal nog gaan leren. Maar als je het eenmaal kan, dan is het piece of cake. Flex, even wat speling op de voorwiel. We gaan even een rondje fietsen, want we moeten natuurlijk fit zijn voor de fietstocht Cycle Paris. Die is tijdens het hemelvaartsweekend. Ik heb nog geen kilometer gemaakt, dus het is hard nodig. Rudolf die heeft wat kilometers in de benen en die gaat mij wat tips geven zodat ik Parijs ook ga halen. Zet man.